Ja, het is 22 maart en we zijn klaar met stellen. De profielen zijn gesteld. En het zijn veel profielen. Kijk nou toch eens. Allemaal zo waterpas als de pest. De gele profielen zijn voor alle buitendeuren. En de groene, dat is allemaal binnenwerk. Behalve daar. Daar zijn de twee groene ook. Voor de vier groene. Ook voor de kozijnen, buitenkozijnen. Maar het ging voorspoedig. Ik ben wel totaal naar de kloten. Maar het geeft wel een goed gevoel dat het gewoon klaar is. Kijk, nou kunnen morgen worden er overal streepjes opgezet. Morgen komt de silo met de mortel. Om de specie, weet ik veel hoe die bende heet. Om de stenen te plakken. Morgen of overmorgen komen er 30 pellets met... 30 pellets met porizo. Dat heb ik gisteren weer uitgelegd, hè, wat dat is, porizo. En ja, dat was het eigenlijk wel wat ik te vertellen had. We zijn in het... Oh, we hadden een winnaar voor de huiskamervraag. Dat was een spanhuls, geloof ik. Dat is een ding heet. In ieder geval, ik zal even laten zien waar die gebruikt is, die spanhuls. Ik had het zelf namelijk nog nooit gezien. Ik loop altijd te klooien met een plugje en een schroefje en weet ik veel wat. Maar een spanhuls, kijk, dat is dit ding hier. Dat is een spanhuls. Daar zit er nog eentje. Je boort een gaatje van 6 mm door je houtje en het beton in. En dan pak je die spanhuls. En die ram je erin en zit vast. Waar ik dus vroeger altijd met een plugje en een schroefje aan het klootjolen was. Of een slagschroef, weet je nog wel, die heb je ook nog. De spanhuls gebruiken, veel makkelijker. Ik weet niet of de bouwmarkt ze hebt, maar Stevens in het dorp, die heeft ze. Jongens, morgen gaan we streepjes zetten. En dan, dan meld ik me wel weer. Prettige avond. Als jullie Venus niet meer zien, dat klopt. Want die zit in een zogenaamde benedenconjunctie. En dat betekent dus dat hij dus tussen de aarde en de zon is. En als hij tussen de aarde en de zon zit, dan wordt hij niet beschenen. Dan komt er geen licht op van de zon. Dan zie je hem niet. En als je echt iets moois wil zien, dan moet je 's morgens om 5 uur even in de zuidwestelijke hemel kijken. Want dan zie je Saturnus. Dat is die planeet met die ringen, weet je wel. Die streepjes, zou ik maar zeggen. Prettige avond. Doei.